Tomorrowland is in zee wel gestart als een zomerfestival, maar is eigenlijk een entertainmentbedrijf waarbij we in eerste instantie de wereld willen doen samenkomen, mensen doen uniten en langs de andere kant ja, echt mensen plezier geven, laten genieten van het leven op allerlei vlakken. Tomorrowland is opgericht door twee broers, Manu en Michiel Beers. En zij zijn eigenlijk nog altijd de founding fathers. Maar naarmate dat team gegroeid is, we zitten hier ondertussen met 200 personen vast in dienst, zijn er ook heel wat zijtakken. Zo ontwikkelen we boeken, hebben we een eigen fashionlijn, hebben we een digitaal festival, hebben we een eigen sparkling winelijn. Dus het gaat verder dan puur het festival. We brengen de wereld samen en we zeggen dat we zorgen voor de mensen van morgen en de wereld van morgen. Ja, dan moeten we ook wel zorg dragen voor die planeet. Love Tomorrow is eigenlijk ons departement hier in huis die op verschillende vlakken gaat werken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de beste materialen gebruiken, die het makkelijkste recycleren? Kunnen we iets doen waardoor mensen hun tenten niet meer achterlaten? En dat is wel iets dat echt heel goed heeft gewerkt. Vooral onze community gaan inzetten om bepaalde problematieken aan te kaarten, om het woord ver te kunnen verspreiden, want die krachten hebben we wel. Tomorrowland heeft een heel eigen identiteit. Heel veel mensen bellen ook, kan ik iets lenen van jullie of kunnen we iets in een Tomorrowland-stijl doen? En ja, dat start gewoon met design. We hebben hier heel wat designers op kantoor die eigenlijk de eerste puzzelstukjes leggen van het festival. Dat begint eigenlijk al bij de website. Daar word je echt al meegezogen in een nieuwe wereld. En op het festival heb je natuurlijk de stages, de podia die iedereen kent. Bijvoorbeeld ook onze polsbandjes. Wanneer mensen naar ons festival komen, krijgen zij vooraf een doosje opgestuurd met daarin een lederen polsbandje. Van minuut 1 tot de allerlaatste minuut van het jaar zijn we eigenlijk wel bezig met het design te verweven in elk departement en op elke bureaustoel. We zijn super blij met die Company Award, omdat we nu eindelijk al die 200 medewerkers die hier zitten, elke dag aan Tomorrowland en aan het bedrijf werken, dat die nu wel eens die waardering en die erkenning krijgen. Wat heel vaak mensen niet altijd beseffen, dat wij een heel jaar door alle details hier in huis goed zetten en daar met heel veel liefde en passie aan werken.